van duizend meningen, het land van nuchterheid. Ik hoop dat wij een hele goede, diepe discussie kunnen hebben over wat dat nou is. De kracht van de burger, wat het is, zelfredzaamheid. Het is heel snel gezegd, maar wat bedoelen we daar nu feitelijk mee? En kunnen we er als partij ook iets over zeggen in ons verkiezingsprogramma? Mijn naam is John Bijl en de werkgroep heeft mij gevraagd om dit gesprek met u te leiden. De kracht om op eigen benen te staan, het recht om op eigen benen te staan. Maar ja, als je als overheid overal je handen van aftrekt, is er dan nog wel sprake van op eigen benen staan? Of is dat, zoals ik de VVD graag uitmaak, het zoek het maar uit liberalisme? Te weten, wat moet er voor 2014 uiteindelijk in het verkiezingsprogramma van D66 in Rotterdam komen? Dat gaan we doen straks eerst met een aftrap door Nico de Boer. Vraag me, jij bent hier de externe gast. Je bent hier vandaag, je bent een band met een missie. Want laten we eerlijk zijn, ook in het boek en ook wat je tot nu toe over geschreven hebt, wordt duidelijk dat je hier gepassioneerd mee bezig bent. De burgers meer verantwoordelijkheid op hun eigen schouders nemen. Je kunt burgerkracht niet implementeren. Je kunt burgerkracht niet bij wet vastleggen. Je kunt niet een subsidieregeling burgerkracht in het leven roepen. Burgerkracht is er. Dat weet iedereen. Je voelt het aan de wat er op straat gebeurt. Vaak dat de overheid zich niet alleen bemoeit met de burgerkracht, maar ook juist welzijnsdingen. En ik zie dat er ook, noem maar het voorbeeld van op Zomeren, dat werd eigenlijk vanuit burgerkracht is dat ontwikkeld. En dan eigenlijk is het instituut van welzijns op Zomerbureau heeft het overgenomen. Hoe je dat toch met die welzijnsinstelling moet doen. Ik heb in mijn arbeidszame leven geweldig veel contact gehad met welzijnsinstellingen en heb de afgelopen 25 jaar die welzijnsinstellingen zien verkruimelen of zien verambtelijken of zien verbureaucratiseren onder de invloed van de overheid. Als de cultuuromslag is eigenlijk altijd een hele lange, je zal het op de een of andere manier moeten stimuleren. Niet om dat lange duur afhankelijkheid te creëren, maar wel om burgers in een actiebereidheid te krijgen. Maar komen wij bij het tweede onderdeel van deze avond. En een hartelijk applaus voor Aart van Buren. Ik heb even geluisterd naar hoe we met z'n allen bezig waren. En toen heb ik mij even afgevraagd, is hier in de zaal wel een burger? Dat is het verhaal van Nico, burgerkracht. En die burgerkracht, en ik zou toch willen zeggen, dat is een denkfout. Dat is een denkfout die Nico al 20 jaar maakt. Dat zegt hij ook in zijn boek. Die burgerkracht zet hij tegenover de overheid. We gaan verder. Ik kan me voorstellen dat u ook aan Aart nog vragen heeft. De overheid die op zoek gaat, al 20 jaar lang, naar die vermaladeide burger die hij niet kan vinden. Zo is de burger op zijn eigen manier ook op zoek naar de overheid. Wat zou je ons als opdracht willen geven? Wat moet er dan volgens jou in dat verkiezingsprogramma staan? Dat vind ik een hele leuke vraag. Mijn avond is geslaagd als ik dan erop terug kan kijken over een aantal maanden, jaren, naar de verkiezingen. Als in dat partijprogramma van D66 Rotterdam manier zijn om je politieke verantwoordelijkheid als sociaal-liberaal hard te maken. Overbruggende sociale initiatieven. Dus niet in eigen kringetjes, maar daaroverheen. Dat zou mooi zijn. Ik wil jullie heel graag bedanken voor je wijze woorden. Maar de zaal doen jullie dat ook wel doen. En dat doen ze vooral met een hartelijk applaus. Nico.